friet, domme. Nee, het is patat. Nee, friet. Het is altijd al patat geweest, man. Helemaal niet. Altijd al patat geweest. Het is gewoon friet in het woordenboek. Nee, er staat gewoon patat. Ga maar kijken. Nee, ik ga niet kijken. Er staat gewoon patat in. Het is altijd al patat geweest. Nee, ik heb een koksdiploma en ik heb een gemiddeld friet. Ga toch eenmaal. Het is gewoon patat. Nee. Patat. Wow! Friet. Wat is hier aan de hand, man? Ja, hij zegt dat het patat is, maar het is friet. Nee, het is patat. Het is geen friet, jouw lege vaas. Oké, genoeg. Stop met deze onzinnige discussie. Jullie weten donders goed dat we hier niet uit gaan komen. We hebben hulp nodig van een kenner. Een man die tenminste weet waar hij het over heeft. Iemand waarvan je zeker weet dat degene een eerlijk en oprecht antwoord heeft. Maar lezer, waarom vraagt u dat aan mij? Omdat je een Belg bent. Dat is toch logisch, man. Ik ging ervan uit dat jij het wel wist. Lapsig. Nee. Oh. Maar weet jij wel iemand die het misschien wel weet? Nou. Hallo Leute, jawohl. Ik weet wel wat het antwoord op die vraag is. Oh, cool. Of nee, toch niet? Huh? Huh? Ah, nee, grapje. Wow, kijk, die Duitsers zijn nog best grappig en best aardig. Das antwoord is... Bratwurst! Nou... Zieg. Weet jij nou of patat of friet is? Want we zijn een beetje in de war. Ja, want jouw naam is Sieg, friet. Dus ik denk van, misschien weet jij het wel. Really, Mart? Sodemiet er toch een eind op, man. Kerstman, we zijn ten einde raad. Misschien weet jij het. Is het patat of friet? Oh, oh, oh. Nee, is het patat of friet? Oh, oh, oh. Nee, nog één keer. Friet of patat? Merry Christmas! Oh, hou je bek, man! En nou, het weer van morgen. Hey, hey, opie Paulusma! Ja, hallo en welkom bij Marnix Friet / Patat, want we willen geen discussiekraapje. Wat mag het zijn? Ja, wat is het nou? Is het nou patat of... wat was het nou? Patat, eieren, Nutella, melk... Friet, wat is het nou? Patat of friet? Oh nee, Cornelle! We gaan geen bami schijf, een patatje speciaal en een milkshake banaan large. Sint en Piet, jullie zijn onze allerlaatste hoop. Is het friet of patat? Patat! Nee, friet! Nee, patat! Friet! Patat! Friet! Patat! Friet! Patat! Friet! Moet ik je zo naar de sterren schieten, Piet? Friet! Patat! Friet! Patat! Het is Mart. Friet! Nee, het is patat, Piet! Het is patat! Mart. Friet! Je bent echt niet goed wijs, jij! Patat! Patat! Sinterklaas, het is friet voor de laatste keer! Patat! Het is friet! Jongens, kunnen we niet gewoon allemaal in harmonie samenleven? Gewoon patat en friet in één wereld. Mayonaise erbij, curry erbij, het maakt allemaal niks meer uit. Gewoon patat, friet of zo. Bedenk iets. Doe niet te moeilijk. Eigenlijk is dat wel een heel goed idee. Kom, Mart. Ga de frietje halen. Maar ik lust helemaal geen patat! Ik bedoel friet! Ik bedoel... Shit! Yo, bewoners van de GameStad. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe sketch. Vond je dit leuk? Doe eventjes een duimpje omhoog. Doe even abonneren op EGS voor meer fantastische toffe video's. Doe ook even abonneren op een GameDorp. Staat ergens in de beschrijving. En... ik wil eigenlijk even snel een klein momentje nemen om jullie te bedanken voor de leuke reacties op de video waarin ik werd aangekondigd als het nieuwe lid van de EGS. Ik vind het super tof en ik ga heel leuke video's maken zoals deze sketches en even andere leuke dingen. En video's? Goed, dit is een stoel. Ik kan je op zitten. Hier zijn bloepetjes. Oké, genoeg! Stop met deze onzinnige discussie! Jullie weten donders goed dat hier... Oh. Ik was te vroeg. Oh. Oh. Iets te laat. Oh. Oh. Kom! Gelijk bij Acti! Is het goed? Ik weet niet, probeer het eens even. Was die goed of niet? Ietsje verder van Bram, zeg maar. Niet dat hij bovenop me flikkert. Okay. 3, 2, 1. Waar komt dat nou weer vandaan? Jeetje. Waarom? Het is altijd bij ons als er een tiertje komt. Man,